Vandaag rijden we in een nieuwe Skoda Karoq. Het kleinere broertje van de Skoda Kodiaq. Een midsize SUV, zou ik maar zeggen. Die bij VAG door alle platformen heen zo'n beetje gebruikt worden. Nou, dit is een 1500 met een DSG-automaat. In een style business uitvoering, hè, dat kan je zien aan dit hele mooie scherm. En je kan ook zien dat het stuurwiel van leer is. En alle accenten van deze scheep ook heel mooi met leer gevat zijn. Dus een vrij luxe uitvoering. Echt, er zit echt alles op. Ik vind een mooie, duidelijke kaart. Een veel hoogwaardiger scherm als bij de oudere modellen. Hè, dat kan je goed zien. En deze auto heeft ook een zonnedak. Over de hele lengte van de auto heen. Hartstikke mooi allemaal. Nou, ik ben erg benieuwd hoe deze auto rijdt. Ik bedoel, zoals de meeste mensen weten, heb ik privé zelf een Octavia 3. En daar ben ik erg tevreden mee. En ik was erg benieuwd hoe deze Karoq zou rijden. Omdat wel een beetje een hele handige auto is voor wie een Kodiaq te duur en te groot vindt, maar toch wel zo'n SUV-achtige auto wil hebben. Ook al koop je hem gewoon met tweewielendrijving of vierwielendrijving, daar heb je in Nederland niet zo heel veel aan. Ik bedoel, in de winter heb je meer aan een set winterbanden dan aan een aan vierwielendrijving. Want remmen doe je tenslotte ook met alle vierde wielen. En als je daar windbanden op zitten, dan heb je duidelijk voordeel. Goed. Deze auto is heel interessant. Er zit een 1500 motor in. Een lekkere bak vermogen, iets van 150 pk. Maar deze motor heeft ook cilinderuitschakeling. Op het moment dat ik heel rustig rijd, dan komt hier in het schermpje bij het verbruik te zien dat die in twee cilinder mode gaat. En op het moment dat je cilinders uitschakelt, kan je behoorlijk besparen in het verbruik. Nou rijd ik rustig op de cruise control. Voor een kilometer of 80 ongeveer. En ik had zelf verwacht dat hij iets zuiniger zou rijden. Maar goed, de motor is nog niet helemaal volledig doorgewarmd. Want we hebben nog maar een paar kilometer gereden en deze auto helemaal stil. Wat me wel opvalt is, als je gewend bent aan VAG-auto's of een Skoda, dan is het gewoon instappen en wegwezen. Alles zit exact op dezelfde manier. Ook al zitten er nieuwere knoppen op, maar de logica die erachter zit, die komt eigenlijk helemaal overeen met wat je gewend bent. En wat me ook echt opvalt is de mooie afwerking van het dashboard. Maar kijk, als je het voelt, het voelt echt aan als het leer bekleed is. Dit is ook, ja, het is ook koud als, ja, of er echt aluminium is of kunststof wat erop lijkt. Dat is op eerste hand niet eens 1, 2, 3 vast te stellen. Zo goed voelt dat aan. Dat vind ik ontzettend mooi. En de spiegels ook. Het bekende verhaal. Ze zijn elektrisch verwarmd. Elektrisch verstelbaar. En als je de auto afsluit, dan klappen ze ook dicht. Wat de kans op schades en vuiligheid aanzienlijk vermindert. Nou, wat kunnen we nog meer zeggen? Hier een mooi bakje. Er zit hier ook op. Er gaat ook lekker een lampje branden. Dan kan je dus USB-apparaat insteken. En als het goed is, kan je je telefoon hier inleggen. En als je telefoon dat ondersteunt, wordt hij ook gelijk opgeladen. Dat is ook ontzettend handig. Want hoe vaak komt het dan niet voor dat je telefoon bij je hebt. En dat hij inderdaad gewoon de accu leeg heeft. En dan kan je hem gewoon, je legt hem neer en dan laat hem ook mooi voor je bij. Dat is natuurlijk wel mooi. Inderdaad,
de bekende met lampje en alles. En dat heb je, aan deze kant heb je dat ook. Aan alles gedacht. Zelf werk ik geen make-up bij, maar er zijn mensen voor wie het erg belangrijk is. Hier heb ik ook nog een systeem waar de knoppen op zitten van lampjes en andere grappen. Het is een vrij complete auto. Deze auto beschikt ook over hele mooie systemen waarmee je bij zo'n spreken actieve cruise control. Ik heb een cruise control staan. Het is hier lekker rustig hier op, dus niks aan de hand. Maar hij houdt dan zelf de snelheid vast en de afstand houdt hij dan vast. Dus hij zal de auto zelf een beetje afremmen en verlagen van snelheid. Op het moment als iemand dan wat rustiger voor je gaat rijden, gaat hij wat harder rijden, dan gaat hij terug naar de oude ingestelde snelheid. Dat vind ik ontzettend makkelijk. Ik bedoel, als je in een druk verkeer rijdt en je hebt iemand tussen zitten die niet op de cruise control rijdt, hard, zacht, dan word je ontzettend moe van. En nou neemt zo'n systeem dat allemaal voor jou uit handen. Dat vind ik eigenlijk best wel mooi. Wat deze auto ook heeft, is een multifunctioneel stuurwiel. Je kan er alles vertellen. Je merkt nu dat deze auto voor me, hij heeft het al gezien en hij vertraagt de auto. En voor ik überhaupt verlaagt hij de snelheid al naar 70. En nu rijdt je auto langzaam harder. En je ziet dat de snelheid heel langzaam oploopt. Dus het systeem dat werkt gewoon ontzettend goed. Vind ik een hele mooie, zinvolle optie. Wat deze auto ook heeft, met de kleur, is een kleurenschermpje en niet meer zoals bij andere modellen dat die gewoon monochroom is. Dat geeft het voordeel dat je gewoon ja, veel vrijer bent qua layout en indeling. Nou ja, en alle gegevens staan erin, de afstand, hoe hard je rijdt, de cruise control ingesteld, je actuele verbruik, welke richting je oprijdt. Hij geeft ook weer de snelheidslimiet die op dat moment aanwezig is. Het mooie van veel Skoda modellen is dat je de kaartgegevens als je een auto koopt, gewoon met een stukje wat je inderdaad hier in zit een keer eruit halen, stop je in je computer, je gaat naar een bepaalde website toe, je tikt het VIN-nummer in van je auto in en dan kan je een download doen die ervoor zorgt dat je kaartje wordt bijgewerkt, die stik je erin. En meestal is dat een aantal jaren wordt dat gratis bijgewerkt. Dat is hartstikke mooi. Hier is ook een heel groot vak in. Het is ook bekleed met vilt. Zodat je inderdaad zometeen niet de problemen hebt van dat dingen gaan liggen rammelen ofzo. Kijk, och, daar is het weer weg. Je kon net zien de tekstje zien. Dat hij naar twee cilindermodus gaat. Je voelt er helemaal niks van. Je voelt geen trillingen in de aandrijflijn. Ja, de banden maken wat geluid. Je kan het aan het geluid niet eens echt horen dat hij het nou doet. Dat hij overgaat naar twee cilindermodus. Oké, het navigatiesysteem stond in de autostand. Dus dat betekent dat hij dan in donker licht gaat. Maar dat doet hij al op het moment dat hij de verlichting aanstaat. Ik vind het stom dat hij niet een eigen sensor heeft. Als je wel je verlichting aan hebt, wat je bijna altijd doet. Zeker in Nederland. Maar toch gewoon daglicht wil hebben. Dat vind ik een beetje raar eigenlijk. Wat ik ook ontdekt heb. Hier heb je een klein hendeltje van de cruise control. Normaal zat die functie gewoon op de richtingaanwijzer. Dat je alleen stapjes van 10 kan doen. En niet meer per kilometer als je dat zou willen. Tenminste, dat is mij niet gelukt. Je kan wel de afstand regelen tot je voorganger. Dat vind ik een beetje apart. Dat vind ik een beetje jammer. Dan gaan we even de radio even aandoen. Nou, daar zit genoeg geluid in. En wat ook heel erg mooi is, je kan hier gewoon kiezen wat je wil hebben. Hè? De radio, welke zender je wil hebben. En als je zegt, nee, ik wil wat anders hebben, verkeer, haalt die eventuele in je regio eventuele files op. En het zit er allemaal in. Nou, en hier kan ik bij zich even kijken van, wat zijn jouw cijfers? Nou hebben we niet echt gunstig gereden, want we hebben natuurlijk even zitten kijken hoe alles in elkaar zit. Terwijl de motor stationair draaide om het een beetje warm te krijgen in deze auto. Dus vandaar dat ik niet
een krappe 1 op 12 heb gereden, dus niet echt briljant ongeveer. En dat zit er allemaal wel op, maar je kan wel tussen de verschillende weergaves kan je geven. Nou, ik zie dat ik zuiniger rijd dan iemand anders met deze auto heeft gedaan. En hier kan je bij spreken een combi maken tussen kaart en welke radio je hebt. Nou goed, ik heb zelfs iets van, dat vind ik niet zo belangrijk. En als je telefoon gekoppeld hebt, een heel scherm met menu's. Alleen, ik ga mijn telefoon niet pairen, dat doe ik gewoon niet. Deze auto is geleend. Dit is van een Skoda Connect systeem. Daar kun je een app op je telefoon zetten en daar kun je ook een of ander mee communiceren. Dit schijnt er ook van te zijn. Maar goed, dat gaan we niet doen. Ik zie ook dat er een tweede scherm is. Zo. Dan kan je ook nog eens allerlei dingen instellen. Maar daar gaan we ook niet al te veel aan rommelen. Het is tenslotte niet mijn eigen auto. Ik zet de navigatie hier weer aan. En dan gaan we weer rijden. Hartstikke makkelijk. Je houdt je remmen aangetrakt. Druk hier op de knop, want deze auto heeft keyless systeem. Dan pak je de knop in en tik, 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 dat hij D doet. Wat hij altijd zo gaat te doen is rijbaan controleren met die cameraatjes. Nou, dan geef je een beetje gas en dan ga je al. Dan heb ik automatische parking brake. En je hoort klik, 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 dat je als het ware de auto afsluit. Nou. Hoppadee, en dan gaan we weer. Zeggen, ik hou niet zo van DSG, daar hou ik niet zo van. Je hoort toch wel dat ze best wel vaak keuren geven, dus het voortijdig stuk gaat. Al is het al de tweede of de derde generatie en hebben ze bepaalde problemen die erin zaten, hebben ze al lang opgelost. En ja, dat is dus prima. Maar ja, als ik zoiets als DSG kost aan meer prijs, persoonlijk zou ik het geld liever uitgeven aan wat snuisterijen. Hebben we even een walk-around videootje gemaakt. Deze auto staat op optionele erg grote wielen. Die zou ik zelf ook niet kopen. Want deze wielen maken een auto wat stuiteriger. Je voelt wat nadrukkelijker wat de weg doet. En je SUV koop je niet om strak te sturen. Want dan koop je een hele andere auto. Omdat natuurlijk een SUV natuurlijk veel hoger is. Daardoor een hoger zwaartepunt heeft. En daardoor inderdaad... Ja, wat minder geschikt is voor straks sturen. We hebben inmiddels al een redelijke afstand gereden, dus dan gaan we eventjes, als we de nieuwe oplet van de snelweg doen, eens even kijken wat deze auto in huis heeft. En deze auto kan je ook krijgen met een 3-cilinder, 1000 cc, voor 115 pk. En laat ik het zo zeggen, nou rijd ik met deze 1500 rond. Die is vlot genoeg, maar ik had eigenlijk gedacht dat ik een grotere surplus aan vermogen zou hebben. Dan geef ik even goed gas. Schakel die terug en nou ja, goed. Nou, dit is vlot. Maar ik had verwacht van de auto van 150 pk met 1200 kilo. Had ik eigenlijk wel verwacht dat je meer dat stoelgevoel hebt. Dat je echt in je stoel gedrukt wordt. Ik heb een octaafje gehad met 150 pk in de TDI. Dan werd je echt in je stoel gedrukt en dan voel je gewoon dat je gelanceerd werd. Deze auto is alleen heel vlot. Dus ik heb het idee van als jij die 3-cilinder gaat kopen, dan denk ik wel dat je moet accepteren dat hij inderdaad wel toch wel wat minder in huis heeft. We hebben daar nu 120. Mogen 130, maar dat kan even niet, want er rijden mensen voor ons. Nou, wat valt me op? De motor is vrij stil. Hij heeft hem in zijn 7e versnelling gezet. Draait net iets meer dan 2000 toeren. Nou, laat ik het zo zeggen, dat is niet echt gek veel anders dan mijn Octavia 1200 met een 6-bak. Je hoort wel iets meer windgeruis dan, en je hoort de banden natuurlijk, maar dat komt natuurlijk door die erg grote wielen. Ik
denk als jij hier gewoon de normale wielen opzet, die de standaard opzitten. En daar een paar goede banden omheen legt, een paar Michelins of zo. Dan denk ik wel dat hij wat stiller wordt. Ik rijd naar 130. En dan kan je ook zien, gaat makkelijk. Auto's rijdt erg goed. Hij voelt erg stabiel aan. Ik vind het eigenlijk knap dat ze in deze prijzenklasse, deze auto's die best wel hoog gebouwd zijn, best zo ongelooflijk soepel kunnen laten rijden. Ik vind dat ze het heel goed gedaan hebben. Maar toch voel ik wat hij doet. Het is niet sommige auto van dat je een groot verschil is wat je stuurt en wat hij daadwerkelijk doet en wat je dan terugkrijgt uit zo'n auto. Dat heb je bij deze auto niet echt last van. Ik vind het erg dat VAG dat erg goed gedaan hebben met deze Skoda Karak. Dit bevalt me wel. Alleen vind ik het wel jammer, ik hoor wel bij de voorruiten, hoor ik wel nodig geluidruis. Ik zou zeggen, kijk eens even naar de Wilco Roundtree video. Ik zal het linkje onderin plaatsen bij de beschrijving. Nou, we hebben nu een redelijke afstand gereden met deze auto. Ik vind dat deze auto is mooi compleet voor zijn, wat er allemaal op zit. Nou is het natuurlijk wel een vrij dure uitvoering en als je demo gaat rijden, krijg je nooit de instapper mee waar niks op zit. Want ze willen het altijd lekker maken met extra opties. Maar ik kan me voorstellen, als je deze auto neemt, dan heb je gewoon echt alles wat leuk is en wat je ook eigenlijk nodig hebt. Dan kan ik me niet voorstellen dat iemand nu nog een auto uit dit segment koopt zonder een airco, zonder cruise control. En bijna iedereen heeft ook wel een ingebouwd navigatiesysteem met speakers. Wat ik gewoon erg leuk vind is dat deze auto ook wederom vrij redelijk klinkt. Nou heb ik niet echt audio out-in test gedaan. Dat ik hem echt op zijn merites ga doen. Daar is de tijd die ik voor heb te kort. En dan moet ik echt een auto een heel weekend mee krijgen. Dan kan ik ook echt in de diepte van zo'n systeem duiken. Goed. Nou, je ziet het systeem automatisch. Als het begint te houden en ook de snelheid verlaagt. Om natuurlijk voor me wat vrachtwagens rijden. En ander spul wat geen 130 kan en mag rijden. Ik vind dat actieve cruise control vind ik echt een behoorlijk goede meerwaarde hebben. En deze auto hebben misschien ook over, als het goed is, over zo'n systeem. Als jij niet op tijd remt, doet hij dat wel voor je. Of het stand is, dat weet ik niet in mijn hoofd. Het zou best wel eens kunnen. Want tegenwoordig biedt iedereen wel van dit soort systemen aan. Lange doordrijbocht, niet echt spannend. Maar ja, hier vliegen nog regelmatig vrachtwagens eruit. En met deze auto, niks aan het handje. Echt helemaal niks. Ik heb hier ook wel eens auto's doorheen gereden uit Azië. Dan voel je hem heel behoorlijk met deze bocht, met deze snelheid, met 120. Voel je de auto het gewicht verplaatsen en dan voel je duidelijk dat het gewicht heel erg toeneemt op de buitenkant. Daar heeft deze auto helemaal geen last van. Hij rijdt. Kijk, Skoda heeft de naam om vrij comfortabele auto's te bouwen. Dus niet voor de sportieve setup te gaan, zoals Seat dat heel duidelijk wel doet. En Volkswagen, die als het ware daar een beetje tussenin probeert te zitten. Nee, deze auto die. Ik vind hem eigenlijk erg goed rijden en ook overtuigd. En je ziet dat bij spreken. Ik kan eigenlijk wel doorrijden, maar het stroomt daarop en hij vertraagt de auto nu al. Op zich vind ik dat op zich geen gek idee. En dat werkt erg mooi. Oké, om heel lang vooral kort te maken. Wat vind ik goed van deze auto? Ik vind de graad van afwerking erg mooi. De uitvoering met compleetheid vind ik ook erg goed geslaagd. Wat vind ik wat minder? Dat je de cruise control niet per kilometer omhoog kunnen, dan gaat stapjes van 10. Wat moet je nou doen? Je moet ongeveer de snelheid uitmikken en dan vastzetten. En dan kan je wel
tussenin gaan zitten. De actieve cruisecontrole doet het erg goed. De grote wielen van deze auto zou ik zelf niet doen. Die maakt, ja, volgens mij kan het een stuk stiller. En hij is ook een tikje stoom terug erdoor. Navigatiesysteem, scherp, vind ik erg mooi. Ik heb het idee dat je deze ook in het veld zonlicht, dat kan ik nou niet testen. Maar ik heb het idee dat je het erg goed doet. De kaart ziet ook echt mooi gedetailleerd uit. Het scherm is veel groter. En wil ik echt bij zo'n spreek de diepte in kunnen gaan met deze auto, dan moet ik beter testen. Maar ik denk, gezien de prijs van deze auto, ik denk wel dat je hier gewoon een hele goede koop aan doet. Maar ik denk wel dat Skoda een concurrent in eigen huis heeft. En die heet Skoda Octavia. Want op het moment als jij niet geeft om de vormgeving van ik wil een SUV rijden, maar gewoon gaat ik ga voor de ruimte in de optimale verpakking, dan is een Skoda Octavia Station Wagon toch eigenlijk nog een interessantere aanbieding. Want die heb inmiddels ook natuurlijk een nieuwere navigatiesysteem gekregen en allerlei updates. Dan kan je deze 1500 motor ook krijgen. Maar die is wel een paar duizend euro goedkoper. En omdat hij wat lager gebouwd is, is de stroomlijn beter. En daardoor zal die ook zuiniger rijden, maar ook een goede 150 kilo lichter zijn in gewicht. En aangezien in Nederland gewoon de wegenbelasting belachelijk hoog is, kon het wel eens interessant zijn. En de kofferbak is nog groter ook. Dus ik denk, al met al, dit is een hartstikke goede auto. Hier kunnen ze heel goed de concurrentie van het lijf mee houden. Zover ik dat nu kan zien. Maar ik denk dat Skoda wel een concurrentie in eigen huis heeft. Want als jij een Octavia kan kopen voor minder, die een aantal punten duidelijk voor heeft, dan kan deze auto met zijn mooie uitstraling niet echt tegenop boksen. Dat kan gewoon niet. Bedankt voor het kijken er maar. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.